Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg altijd goedemorgen, maar het is eigenlijk nooit morgen als jullie de video kijken, volgens mij. Weinig denk ik. Voor ons is het wel goedemorgen. De zon schijnt weer, zoals gewoonlijk. En we hebben weer een lekkere ochtend gehad. Ja. Annemiek heeft zelfs hard gelopen. Ik vond het nog net te doen. Ja, hè? Ja, volgens mij was het 25 graden. De zon die was er al wel. Maar het was in ieder geval wel afgekoeld vannacht. Het is wel lekker te slapen, of dat het 30 graden is. We hebben een dekentje er zelf bij kunnen pakken. Een laken. Dekbed wil ik het niet noemen. Nee. Laken. Dus dat is heerlijk. En het strand is ook heerlijk. De wind is gaan liggen. Het luifeltje is alweer ingepakt. We gaan zo weer een stukje rijden. Ja. Dit was wel een mooi plekje. Alleen het is ook best wel weer open. En er is niet heel veel te zien. Nee. Dus we gaan een mooi plekje opzoeken. Iets verder naar het zuiden. Daar heb je ook een klein eilandje. Daar zouden we eerst heen, maar daar gaan we nu niet meer heen. Want dat is toch, en er is bosbrand. Ja, precies, er is een bosbrand. Ja. En eigenlijk is er ook niet zo heel veel. En dan ga je er met de boot heen en dan is er één heel mooi strand. Ja, dus. Dat is €50 volgens mij een retourtje. Maar goed, ja. Bosbranden die belemmeren dat toch al. Ja. Houden we goed in de gaten. Lees je ook jullie reacties natuurlijk wel. Dat jullie het ook heel veel zien. Er is heel veel nieuws in Nederland. Ja. Maar we hebben goede informatie waar dat is en hoe het ontwikkelt. Maar ja, dat weten we niet wat tegen gaat komen. Nu is het in onze omgeving nog niet. Nee. Misschien gaan we het straks zien, want we zijn straks heel erg dicht bij het eilandje. Want bij de haven van het eilandje, daar gaan we heen. Ja. Daar gaan we een plekje op zoeken. Daar kunnen we mooi zwemmen volgens mij. Snorkelen denk ik weer. Volgens mij is er een archeologische plek onder water. Ja. Dus dat gaan we wel eens even uitzoeken wat dat is. Ja. Plekjes, er zijn een paar plekjes. Volgens mij is er één betaalde bij een restaurantje weer. €5. Gaan we even kijken. Ja. Dus we gaan de bus inpakken en dan rijden we een klein half uurtje volgens mij iets verder naar het zuiden. Ja. Een douche naast de deur is toch wel heel fijn, ook als je gaat sporten en zwemmen. Ja, lekker koud. Dat zien we toch wel op de meeste stranden, dat er een douche is. Zeker als een strandbarretje is. En ze laten die ook gewoon aan, hè? Ja, sommige plekken sluiten ze het af het water, maar hier ja, is het al. Ja, want ze waren nog lang niet open toen dus. Nee, dat is gewoon een waterpunt. Ziet je wat fella? Wat fella in je ogen. Zo. Zwit, hè? Zwit, ja. Deze plek die staat normaal ook onder water. Ja, in de winter. Je ziet het ook, dus gewoon allemaal zout wel overrijden. Maar er staan hier best veel campers. En het is gewoon een wildkampeerplekje. We weten dan nog niet of mensen hier slapen. Maar het is niet een plek waar je luifel uit gaat draaien en onder je luifel lekker in de schaduw zit, denk ik. Nee, denk het ook niet. Het is meer een plek bij het strand. Een parkeerplek ook voor lokale mensen. Ja, heel veel lokale mensen. Dus we gaan eens even kijken bij het strand. Want hier ergens is waar wij willen zijn. En er is hier dus wel een parkeerplaatsje van een restaurant, dat is 5 minuten lopen. Dus of we gaan hier staan, of we gaan daar staan, dan moeten we een klein stukje lopen. Ja, even kijken of er op dit bord staat. Ja, want dit is dus een archeologische plek onder water. Het is een oude stad, een gezonken stad van de bronstijd volgens mij. Het schijnt wel leuk te zijn om te snorkelen. Het gaat meer over de natuur, zandduinen, ecosysteem. Dat gaat niet per se over dat. Nee. Dus even bij het water kijken. Oh, dat maakt het al duidelijk. Niet kamperen, maar dat bord is omgedraaid. Ja, dat heeft gewoon iemand gedaan. Ja. Nou ja, wij zijn wel stellig als dat er staat, dat noemen we het ook niet. Ja. Dus dat vind ik tenminste. Ik hoop omdat de politie dan langskomt, dan kun je wel een boete hebben van. Ja, dan heb je geen verhaal meer of geen poem meer om te staan. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, het bord is omgedraaid, maar ik kijk gewoon niet uit je dop. Zeg maar. Nee, kijk er nog eventjes. Hier is het dan gewoon. Hier beneden, ja. Dus kijk op de kaart. Voor dat eilandje, dus hier tussen dat eilandje is het. Ik zie hier staan Pagopple 3 Underwater. En dan is dat een soort van museumstatus. Oké, okay. Geen idee. Nee, het is wel een vlag op. Maar ja, hier moeten we wel zijn dus. Ja. Een mooi strandje. Ja, maar ik heb zo vermoeden dat er echt wel veel campers hier gewoon overnachten. Maar... Ik denk het ook. Het is dan ook wel weer een mooie plek, maar er zijn wel heel veel locals. Dus ik vind, denk, we reden net al langs die andere, dat ook wel relaxed is. Een beetje bomen. Ik vind het ook wel gewoon lekker, want het is niet dat wij hier nou straks tot 8 uur 's avonds liggen. En dan zit je hier in je camper. Ja. Want je hebt geen luifel mogelijkheid. Nee, oké. Okay. Nee, hier gaan we straks dus heen.
Gaan we eerst even een beter plekje zoeken voor de camper. Dan moet je die boot zien. Een groot vrachtcontainerschip, joh. Jeetje, echt een joekel, joh. Oh, dat is wel een hele mooie baai weer. Echt een mooi zandstrand, joh. Is dat dan wel het eiland? Ja, dit is het eilandje. Hoe heet dat nou? Telefonisos? Telefonisos, zoiets, ja. En de bosbranden zeiden we vanmorgen, maar dat is zijn geen bosbranden meer op de kaart, dus nee. Dat is gunstig. Weet je wel hoe mini het is? Ja, heel klein eilandje. Schijnt wel heel leuk te zijn met de camper ook, maar dat slaan we dus over. Het is het enige dorpje wat er is op het eiland. Ja, en aan de achterkant is dan een mooi, heel mooi strand, zo'n halve maan. Ik vind dit ook wel een heel mooi strandje, een mooi baantje. Hier kunnen wij... Hetzelfde idee hoor. Ja, precies, hier kunnen wij wel liggen. Ja. Nou, gaan we even een klein stukje rijden, gaan we even kijken hoe het zit met die camperplek. Ja. Dit zijn ook campers, jongen. Dikke zessen, tandem achter, van ding. Je hebt ook scooter achterop. Ja, die weegt wat. Maar dit bord is heel tactisch omgedraaid. Ik weet bijna wel zeker dat deze mensen hier gewoon blijven. Maar als je vanuit hier naar de parkeerplaats loopt, zie je hem juist wel heel goed. Ja. En dit is dus wel een grote zoutplaat, want ik lees ook heel veel reviews dat dit gewoon, de parkeerplaats bestaat niet, het is onder water. Maar ja. Dat zie je op de kaart, staan we nu in het water. Grappig. Dit stroomt gewoon over. Daarom is het zo wit. En dus allemaal zout. Ja. Staan we zomaar op een camperplek. En dat is wel uniek voor ons, dat gebeurt niet zo vaak. Maar niet met faciliteiten, nee hè? Nee, en het is dan wel een restaurant. Maar het is dan 5 euro als je hier eet en 10 euro als je het niet eet. Dus we hebben 10 euro gegeven, want we denken niet dat we uit eten gaan hier. Nee. Het is niet een hele gevarieerde menukaart, maar dat kan altijd nog zijn. Dan krijg je 5 euro weer terug. Ja. Dat doen we wel, maar het is wel een plek met een wc, douche, watervullen. Lozen zelfs, kruiswater, vaste wc. Dus er is een hoop. En het is een prima plek. Hey, je kan je luifeltje lekker uitdoen. Ja, er zijn best wel wat campertjes. Ja. Je staan hier mooi tussen de olijfbomen. Je kon gewoon een plekje uitzoeken. Ja, de krekels maken weer mega veel herrie. Ja, goed, hier staan we prima. 24 uur, dus we kunnen tot morgen 11:30 hier blijven. Ook echt niet bij lopen naar het strand, hoor. Nee, en ik heb 10 euro, ik doe er moeilijk over, maar wij doen dat gewoon nooit. Omdat het niet nodig is? Omdat het niet nodig is, nee. En er was nou nog wel een ander plekje daar, maar dan zit je ook niet relaxed met je luifeltje. Wij kunnen hier lekker in de schaduw zitten, dus het is helemaal goed. Ja. Gaan we even lunchen, dan pakken we onze spullen. Gaan we even... Snorkelen, ja. Leuk. Lekker. We maken ook even gebruik van deze camperplek met loodsplek, om weer even een klein wasje te draaien. Net zo handig toch? Ja, inderdaad. En dat droogt ook echt nog wel, zodat hier aan de luifel hangen straks. Ja. Bepakt en bezakt. Gaan we op pad? Yes, het is weer verder. Het is weer zover. Nou moeten we een klein stukje lopen. Ja, 500 meter? Ja, zoiets. Valt mee. Zijn we weer. Zo'n parasol moeten wij hebben, zo'n reflecterende. Ja. Die zijn mega stevig. Dan kun je de grond inslaan zelf. Ja. Met een goede stok erbij. Gaan we naar zoeken. Waait hier wel lekker? Best druk. Dit is een mooi plek. Ja. Dat is de ferry naar het eiland. Ja. En dat grote vrachtschip dat ligt er nog steeds. Zijn motor staat ook aan. Ja, echt een mooie berg hier omheen. Ja. Dan gaan we een klein stukje verder lopen. Volgens mij staat daar verderop een bord. Ja, want ik vind die boeien in het water lijken niet alsof dat een rand is waar je mag zwemmen. Ik denk toch dat ik wel waterschoenen aandoen. Ja? Ja. Ik ook. Hier is een bord met informatie. Oh ja, dit is het. Ja? Pavlo Petri. Dat is een gezonken stad. Ja. Ja, dat kan je dus wel zien. Trappen. Oh, er liggen van die dingen bij. Ja, ze hebben dingen gevonden. Oude huisjes, muurtjes. Oh, hier hoef je niet heen. Een hele kaart met een route. Dat is het eilandje. Hier, groen is 1... 2, 3. Is dit de diepte? Ja, denk het wel. Okay. Min 2, ja. Hier staat dus dat het van vroeger tot late bronstijd is. Dus van 2800 voor Christus tot 1200 voor Christus. Ja. Allemaal muren, omheiningen, funderingen, straten, graftombes. Maar er ligt nog heel veel onder het zand. Dus ja. Ga niet alles zien. Maar wel cool. 1 tot 4 meter onder water. Ja. Niks spugen. Ja, gisteren was het zo goed, dus ik dacht ik doe even goed mijn best. Hier zien we ook nog dat het boeien zijn met markeringen. Oh, dat zijn die nummers. Oh, dus je kan er echt langs gaan. Boei 1 tot en met 3, gebouwen van de nederzetting. 4 is graf, kleuren. Grafkamers.
En 5 tot en met 12 straten en gebouwen van de nederzetting. Wat grappig. En graf is Sist Grave. Zien we ook ergens een ander Sist Grave plaatje? Nee. Nee. Oh, hier Chamber Tomb staat er ook ik bij. Ik zie inderdaad 3 groene boeien. Oké. Okay. Zie? Nou, dan gaan we een route hiken, snorkelen. Ja, wat leuk. Oh ja, dan maken we eerst die groene. En dan komen we terug, pakken we de gele. Ja, zullen we dat doen? Ja, zeker. Dan kijken we even waar het heen moet. Ja. Ik vind het wel heel leuk. Ik ook. Oké. Let's go. En hier heb je deze zeesterren. Er zijn geen zeesterren hier, nee. Zeegels ook niet, hè? Zeegels ook. Okay. Weet ik niet, pas al. Het kan maar zo, Anne. Maar goed dat we schoenen aan hebben. Ja, zeker weten. Goede keuze. Daar gaan we. Ja. Terug. Wat een eind, man. Ik vond het vreselijk. Anna vond er niet zoveel aan. Die maakte er niet gelukkig mee. Maar ik vond het idee wel leuk. Ja. Maar ik vond niet dat ik iets kon zien. Nee, ja. Er stonden wel bordjes, wel leuk. Wel gele bokjes met wat graven kon je wel lezen. En bordjes met waar restanten van muren waren. Ja. Alleen, het was echt wel een eind, joh. En op een gegeven moment gingen we terug naar die eerste gele, de eerste groene route. Want we hadden gewoon beter doorgekund. Toen moesten we weer heen. Want helemaal achteraan, dat was wel het mooiste om te zien, dat was een heel grote kamer. Dat vond ik het enige leuke. Maar ook wel weer het minste, want daar was de zee ineens vet ondiep. En dan, moest je echt over zo'n muurtje en er zitten super veel zeeegels. Maar we hebben wel één hele grote gezien, hè? Ja, echt een mega grote zeeegel. Maar je moest daar dus over dat muurtje heen, maar vanuit die kamer. Dat was best wel laag. Dat was dan, ja, net je kon met je buik over die zeeegels grapen. Ja, bijna wel. Of met je knieën tegen die rotsen. Dus dat was wel even oppassen. Maar ik vond het wel leuk om te zien, maar het laatste rode stuk heb ik helemaal niets gezien. Nee. En vooral heel veel restanten van straten en gebouwen, dat was het. Ja. Nou ja, was wel grappig. Maar ja, niet bijzonder. Nee, je moet niet verwachten dat je vet veel ziet. Nee, ik vond het leuker om gewoon vissen te spotten. Ja, maar mega veel zeeegels. Ja. En het is echt wel ondiep, van een meter tot 4 meter, maar ja, daar moet je wel om denken. Ja, ook wat uit het water gaan hoor, zag ik ook van zeeën onderweg. Klopt, daar moet je wel goed om denken, want die wil je niet in je voet hebben. Maar wel leuk om te zien, maar ik had er niet per se meer van verwacht. Ik had ook wel gelezen. Nou ja, ik had ook wel gelezen dat het echt wel niet heel veel te zien was. Maar het is gewoon wel bijzonder, toch? Het is. Wat was het? Volgens mij. Heel oud. Ja. Maar ik zie het. 5000 jaar geleden of zo, weet ik het. Ik denk dat het kan toch gewoon wat anders zijn. Ja, nou ja, die mensen die dat onderzoeken, die snappen dat ook wel. Die weten wel hoe ze dat moeten bekijken, denk ik. Maar het was wel heel leuk. Gewoon omdat het wel grappig weggezet is. Vooral een route onder water snorkelen was wel heel leuk. Ja, dat vind ik wel. Dat was wel goed genummerd, de boeien volgen. En ook wat van die bordjes soms, hè? Ja. Alleen ik snap niet dat het niet één route was. Ja, en bordjes met nummers. Dus dat was wel grappig. Ja. Ja, leuk om te doen. Maar ik ben wel echt nu weg geweest. Ja, jij bent iets eerder teruggegaan. Ja, maar ik ben wel een beetje moe van.
strand. Ja, snap ik. Ik ook wel gaar. Wel gaar. Dus we gaan even ontspannen. Dat doen we al de hele dag eigenlijk. Maar even liggen, even bakken. En dan straks maar weer op tijd terug. Kunnen we lekker douchen daar. Ja. Heerlijk, we zijn weer terug en het campertje is uitgestald, luifeltje uit, alle spulletjes even drogen. Zelfs even gedoucht. Lekker lang. Heerlijk is dat, hè? Zo, maar hij is wel warm. Hij is heel warm, ja. Heel fijn. En dat is ook wel weer lekker, dat je zonder principe kwestie al je spullen kan uitstallen. Ja. Luifeltje uit, alles eraan. Inderdaad. Stoeltje, tafeltjes, heerlijk. En schaduw, hè? Schaduw, douche erbij dan. Kunnen jullie ook nog even de was vervangen? Ja, inderdaad. De was even spoelen kunnen we. Morgen weer de water vullen. Echt wel even lekker. Het strandje was wel heel fijn, hè? Zo, echt lekker. Rustig? Ja, rustig, zanderig. Ja. In ieder geval het gedeelte waar wij lagen. Helder water. Ja, was wel even lekker. Een paar uurtjes, ik was alweer in slaap gevallen, dus het werd alweer zo brak wakker. Maar het is wel, was wel even lekker. Ik vond dat heerlijk. Gaan we nu even de was doen. Tijd voor een ijsje. Ijsje, ja. Kijken of die ondertussen bevroren is. Pas wel. Dan even van ons camping genieten. Ja, dat is ook wel lekker, hè? Jawel. Ijsje. Haha, geniaal. Lekker hè? Oh ja. Goeie cola smaken ook. Gewoon dat het koud is, is wel heerlijk. Was ophangen, uitgespoeld. Het hangt niet meer in de zon, maar dat is zo droog. Anne kan er net bij. Net niet. We gaan eens even een lekkere ovenschotel maken. Met 38 graden. En het is niet anders, het is heel lekker. En de aardappels moesten op. Dat dus... heb nog niet eerder gedaan, hè? Een overschotel in de bus. Nee, niet echt, nee. Nee, lekker idee, ja. Het is toch al warm, ze maken het uit. Ja. Zo, dit ziet er goed uit.